het is precies 100 dagen voordat de Olympische Spelen beginnen. Welkom bij Paul Witteman. Chef de Mission, met hoeveel mensen gaat u naar Peking? Om en nabij 240 sporters. We hebben als Nederlandse topsport als ambitie om in de top 10 te eindigen. En daar komt ongeveer bij kijken dat je ongeveer 9 keer goud zal moeten winnen. En dat is dan een beetje bekeken op basis van resultaten uit het verleden. Dus wat hier zit, moet sowieso goud winnen? Nou, wil ik ze niet mee belasten. Want we hebben nog meer sporters die hier niet aan tafel zitten. Ja. Je moet gewoon heel goed doen daar waar je vandaan komt. En als je dat heel goed doet, dan komt de rest vanzelf. Je start je wedstrijd en dan welke riedeltje gaat er dan in je hoofd? Bij mij? Ja? Nou, dan gaan we heel technisch beginnen. Bij mij zit snelheid, neerhouder, achterlijk, onderlijk. Waar ligt de positie? Achterlijk, onderlijk, dat zijn delen van het zeil. Ik moet zorgen dat ik goed op zijn mouwen kan grijpen. Opletten voor die worp, direct volgen in het grondwerk. Allemaal van die technische dingen. Hele concrete zaken om jou vast te houden. Ja. Nou, Mark, jij staat bekend dat je een innovatieve coach bent. Die dingen verzint. Heb je dan ook iets bedacht speciaal voor Peking? Ja, maar dat ga ik hier niet vertellen. Want er zitten ook wel andere landen die kijken ook naar jullie uitzendingen. Ja, ja, heel veel. Diederik, jij weet, want jij hebt in China gecoacht, jij weet wat de Chinezen doen. Alleen maar trainen. Ja. Althans, ik kan alleen maar wat zeggen over wat ik heb meegemaakt. En maakt het dan nog uit of ze brons, zilver of goud winnen? Ja, waanzinnig veel, want het enige wat daar geldt, dat is goud. En als je tweede wordt, dat is even slecht als 17. Ja, zo willen we jou in Peking natuurlijk niet zien. Nee, ja, of het moet van blijdschap zijn, maar ja. Het ziet er ook nog niet zo uit. Nee, ja. Nee, zeker niet. Ja, dit was de degradatie met Excelsior dit seizoen. Ja. Laten we het over hebben wat jullie over moeten hebben voor de Olympische Spelen qua sociaal leven tot die Spelen. Nou ja, wij zijn vrijdag teruggekomen van een wedstrijd, dus we hebben een aantal dagen rust. Dus vandaag kon er nog vanaf, maar morgen gaan we weer aan de slag. Gedronken? Nee, zeker niet. Nee. Ik was de Bob. We zitten behoorlijk streng dieet, omdat we zo licht mogelijk willen zijn. Omdat er heel weinig winst staat. Ja. Dus we willen het bootje zo hoog mogelijk op het water hebben. Dus dat betekent zo weinig mogelijk kilo's erin. Nou, dat je tot en met de Spelen leeft als een topsporter. En dat is? Niet drinken, niet roken, op je voeding letten. Wij hebben dat niet zozeer, die regels qua drank. En, het wil niet zeggen dat wij ontzettende drinkers zijn, hoor. Helemaal niet. Nou, maar wel een beetje drinkers. Ik ben vanmiddag ook in Amsterdam geweest, maar... Ja, heb je daar gedronken? Nee, ik... Hoeveel heb je daar gedronken? Ja, je zit ook niet meer in het sociale cirkeltje, want ja, die is er toch nooit. Nee. Dus daar moet je echt hard voor werken. Ik heb geen klaag, hoor. Ik bedoel, ik heb gewoon vrienden en vriendinnen. Ik heb een vriendin ook, dus... Stel, je huis gaat in brand en ja. Je zit in Peking. Nou, hè, of... dat maakt niet uit. Als ze maar over nadenken, moet je dan ingelicht worden of niet? We hebben het er wel over gehad al met onze coach. Van wat, stel, we zitten zo direct op de Spelen en een van onze oma's komt te overlijden. Ja, wat doe je? Luistert oma nu? Nee, oma luistert nu niet. Nee, we hebben er nog geen uitspraak over gedaan. We hebben het in Athene bijvoorbeeld wel gedaan. Hebben we wel dagen vrij gehad. Maar dat is ook niet zo heel goed bevallen, dus... Ik weet dat mijn vriend in de buurt gaat zijn, maar ik heb al tegen hem gezegd... je ziet me niet, je hoort me niet en als ik jou bel, moet je de telefoon opnemen. Familie en vrienden komen in ieder geval niet het dorp in. Dat geldt voor iedereen. Voorheen had je altijd nog een oude dachter, die mocht dan in het dorp komen. Er zijn heel veel sporten die zijn na één week klaar, maar er zijn ook heel veel sporten die gaan gewoon door tot de laatste dag. Mm-hmm. En ik had voorheen nog wel eens het gevoel dat het op een gegeven moment een centerparks was op het eind. Iedereen kwam erin en eruit en wij moesten nog presteren. Probeer heel vaak in de voorbereidingen het Olympisch programma na te bootsen in dezelfde omstandigheden als die je dadelijk krijgt in Beijing. Vorig jaar hebben we daar een maand gezeten. En eigenlijk de week van de wedstrijden was er weinig wind. Maar de training daarvoor en daarna hadden we prima wind. Dus we kunnen alles krijgen. Dit zijn geen getrukte beelden. Peking kampt met een verstikkende smog. Er zijn atleten, Kebe Selassie bijvoorbeeld, die toch kandidaat goud was voor de marathon of 10 kilometer of allebei, die gewoon niet gaat om die reden. Dat is maar, als iedereen blijft klaar, hè, dan denk ik van, mogelijkheden. Maar als wij ons dus beter voorbereiden dan onze concurrenten, liggen we weer een stapje voor. Daar willen we toch ook even mee eindigen over de situatie van de mensenrechten en in hoeverre de sporters daar tegen zullen protesteren, tegen de wijze op dat daar gaat. Ik geloof niet dat het mijn taak is om daar wat aan te doen. Nee. Op dat moment. Je spreekt iets af met elkaar, je committeert aan elkaar. Nou, daar hou je aan, anders teken je dat contract niet. En misschien als ik nog een keer een thee maak en de ander gaat met een Tibetaanse vlag... Dus je denkt er wel over om iets te doen? Nou, wij hebben er nog niet over gesproken als team. Zullen we denk ik nog wel doen. Maar ja, ik vind dat je wat mag doen.
Van roeiers die een sticker ergens op hun boot geplakt hadden van Free Tibet. Het is heel simpel. Regelgeving laat het niet toe. Dus die sticker gaat eraf. Ja. En die jongens die maken geen tekens. Die maken geen tekens? Nee. Foppe de Haan vond het goed. Ja, Foppe heeft zich inmiddels bedacht, heb ik begrepen. Wat zal er dan gebeuren bijvoorbeeld? Ja, ik ben benieuwd hoor. Op dat moment, niks. Een T is toch geen politieke uiting? Ja. Nou, dat is het wel. Dat is juist voor bedoeld. Want hij gaat geen time-out aanvragen op dat moment. Ja, dat is jammer. Dus dat gaat... Ja, dat is eigenlijk wel goed. Dat vind ik dat ja, heel goed, heel goed, heel goed. Mark? Nee, hier sta ik ook met tranen. Kom er niet meer aan.